Als liefhebber van Devil May Cry, Bayonetta en Nier Automata ging mijn hart sneller kloppen toen ik de eerste trailer van Stellar Blade zag. De nadruk lag vooral op snelle combat, grote monsters en fraaie visuals. Maar wat ik precies moest verwachten was voor mij niet heel duidelijk. Ik had mijn vraagtekens bij de uiteenlopende designs van alle personages en was bovenal benieuwd naar hoe de gameplay zou aanvoelen. Dit veranderde toen de Koreaans ontwikkelaar Shift Up zo aardig was om ook deze geïnteresseerde gamer te voorzien van een demo, waarna ik leerde dat de game draait om fijne combat, maar ook een flink stuk exploratie. Het wakkerde het vuurtje bij mij verder aan om de game in te duiken. De Stellar Blade demo was eigenlijk niets anders dan het eerste stuk van de game. Alhoewel de demo mij een beter beeld gaf van wat voor soort game Stellar Blade nu precies is, had ik wel vragen over de setting en het verhaal. Want ik merkte vooral dat je nogal snel in de spelwereld wordt gegooid, zonder dat ik enige context kreeg over de gang van zaken. Ik had gehoopt dat dit in de game opgelost zou worden met een eventuele uitgebreide intro, maar helaas was dit niet het geval. Je begint Stellar Blade met vraagtekens en terwijl je vordert in het verhaal, krijg je steeds meer antwoorden. In Stellar Blade is de aarde overgenomen door de zogenaamde Nightiba's. Dit vijandelijke ras bestaat uit diverse uiteenlopende monsters. Zij worden aangevoerd door de Alpha Nightiba's. Dit zijn grotere en sterkere vijanden die tevens fungeren als eindbaas. Het is aan protagonist Eve om de Nightiba's een flink pak slaag te geven en de aarde te redden van deze gruwelijke monsters. Gelukkig staat zij niet helemaal alleen voor in deze strijd. Al vrij snel ontmoet je Adam, die haar begeleidt naar Xion, de laatste stad van de mensheid. Alhoewel er door verder te spelen steeds meer aan je wordt verteld, merk ik dat ik een beetje moeite had met de presentatie van het verhaal. Allereerst is protagonist Eve nogal stoïcijns en daarom is het wat lastiger om de urgentie van het avontuur te voelen. Dit komt mede doordat de voice acting op zijn minst gezegd een beetje plat is. Alles wat er gebeurt lijkt de hoofdrolspelers niet heel veel te doen. Het doet een beetje denken aan business as usual en dat doet in mijn geval afbreuk aan de spanning. All we must do is complete the mission. De presentatie van het verhaal is wat mij betreft een beetje een gemiste kans, maar gelukkig wordt dit ruimschoots gecompenseerd met ijzersterke gameplay. Want wat speelt Stellar Blade toch heerlijk soepel. Daarbij moet ik wel zeggen dat de combat zich best lastig laat omschrijven. Ik dacht eerder dat de combat op Devil May Cry zou lijken, maar Stellar Blade is toch flink wat anders. Toen ik vol in de aanval ging, werd ik direct weer met beide voeten op de grond gezet. Deze reality check zorgde ervoor dat ik veel oplettender moest gaan spelen. Stellar Blade is namelijk best counter heavy. De game dicteert dat je echt even goed de moves van de diverse Nightibas moet aanleren om de opening te vinden waarin Eve rake klappen kan uitdelen. Daarbij vind ik wel dat de combat een lekker tempo heeft. Het duurde even om deze gameplay onder de knie te krijgen, maar toen het eenmaal klikte, toverde ik binnen no time alle enge gedrochten tot pulp. Eve heeft een lichte en een zware aanval, maar de echte kunst zit hem in goed dodgen en pareren. Stellar Blade is daarbij ook nog best wel vergevingsgezind. Het zwaard van Eve ligt namelijk met bepaalde kleuren op, zodat je weet wat voor aanval eraan komt en hoe je daarop moet reageren. Als je de story mode aanzet, geeft de game je ook nog eens prompts op het scherm en lichte vertraging, zodat je de combat en timing goed kunt aanleren. Als Eve rake klappen uitdeelt of juist goed ontwijkt en pareert, vullen er verschillende metertjes op. Met deze energie kan Eve dan ook weer fraaie, speciale aanvallen doen, waardoor er ook genoeg variatie in de combat komt. Door te spelen ontvang je ook ervaring en met ervaringspunten kun je weer nieuwe special moves kopen in de 5 verschillende skill trees. Ik vond het daarbij erg fijn dat je niet meteen overweldigd werd met opties. Naarmate je verder komt in de game speel je de nieuwe skill trees met toffe moves vrij. Zo blijft het toch al fijne combat lekker gevarieerd. Een ander belangrijk component van Stellar Blade is de exploratie van de post-apocalyptische aarde. Stellar Blade kent verschillende gebieden met ieder hun unieke look en feel. Ook is er een duidelijk verschil in speelstijl tussen de gebieden. Ik vond de game bijvoorbeeld ijzersterk in de meer lineaire gedeeltes. Hier kwam het level design ook wat beter tot zijn recht. Er zijn in Stellar Blade ook gebieden waar Eve wat meer vrij kan rondlopen. En hier verloor de game wat mij betreft een beetje het tempo. Alhoewel ze verschillen in grootte, vond ik het rondrennen van punt A naar punt B een beetje nietszeggend. De omgevingen zijn vrij vormgegeven, maar naast wat vijanden of verstopte collectibles was er niet heel veel meer te doen. Daarnaast vond ik het navigeren een beetje lastig. Stellar Blade heeft namelijk geen minimap. Er wordt wel een kompas getoond als ik een questmarker op de kaart selecteerde, maar dit vond ik toch niet heel behulpzaam. Stellar Blade biedt ook sidequests aan en vooral tijdens het spelen hiervan merk je dat dit een beetje vervelend wordt. De sidequests aan zich voegen niet heel veel toe. Eve wordt gevraagd om naar een punt op de kaart te gaan, om een item te vinden of juist een enge vijand te verslaan. Je kunt wel lekker veel ervaringspunten scoren op deze manier, maar dit doe je ook wel als je gewoon de mainline quest speelt. Ik wil nog even kort een lans breken voor de fraaie soundtrack. Vooral bij het rondlopen in de vernietigde wereld is het genieten van de fijne jazzachtige liftmuziek. Dit komt onder andere omdat een groot deel van de soundtrack is gemaakt
gemaakt door Keiichi Okabe. De beste man was ook verantwoordelijk voor de soundtrack van Nier Automata, dus liefhebbers kunnen met Stellar Blade ook genieten van een zeer fijne soundtrack. Ik had net kort al de diverse skill trees aangestipt. Je kunt hiermee de skills unlocken die het beste passen bij je speelstijl. Maar je kunt Eve nog verder personaliseren door middel van de exospine en gear sockets. De keuzes voor je exospine bepalen definitief een aantal keuzes voor je speelstijl en kun je upgraden waardoor de bonussen nog groter worden. De gear sockets kun je vrij makkelijk omwisselen met betere gear die je in de game vindt. Verder zijn er ook diverse outfits te vinden voor Eve welke goed verstopt zitten in de diverse gebieden waardoor het loont om goed te gaan zoeken. Verder geven deze outfits geen gameplay bonussen, maar zijn ze puur esthetisch. Hetzelfde geldt voor het kapsel van Eve. Als je de kapper eenmaal vrijgespeeld hebt, kun je de lange lokken van Eve een andere stijl geven of juist voorzien van een andere kleur. Er zijn ook nog accessoires te vinden, zoals bijvoorbeeld oorbellen of zonnebrillen, maar dit zijn wat mij betreft meer geinige details. Ze voegen qua gameplay niet heel veel toe. Stellar Blade is een prima game waarmee ik me een goede 20 uur heb vermaakt. Helaas zijn er wel wat kleine kanttekeningen. Er had meer uit de open wereldgebieden gehaald kunnen worden en het acteerwerk had iets meer overtuiging mogen hebben. Het verhaal heeft duidelijk minder prioriteit gekregen, aangezien dit ook niet heel erg sterk is. Die zorgen verdwijnen echter als sneeuw voor de zon als ik weer in een gevecht stap, want de combat is gewoon enorm fijn. Het geeft echt een gevoel van voldoening als ik weer juist pareer en terug mag komen met een nog hardere klap. De gevechten met eindbazen waren voor mij een klasse apart. Het aanleren van de moves, de juiste timing en de daarbij horende adrenaline hebben een verslavende werking op me gehad, waardoor ik een tweede playthrough helemaal geen straf vind.